Goedenavond allemaal, welkom bij Zondag met Lubach. Het grote politieke nieuws van deze week was natuurlijk het tuinhuisje van minister Plasterk. Ah, mijn tuinhuisje! Oh, ah. Goeie foto. Er was iets mis met zijn bouwvergunning en nu moet hij het tuinhuisje misschien weer afbreken. En dat is natuurlijk vervelend voor hem. En dan denk je, nou en? Maar onthoud dit even. Onthoud dit. He, we komen er misschien straks op terug. Onthoud, ja? Heb je het? Oké, dan. Iets totaal anders. Afgelopen donderdag is minister Art van der Steur afgetreden vanwege de TV-deal. Of in het Engels, het bitchesakkoord. Want... wat was er nou aan de hand? Even heel kort, hoe zat het ook alweer? Omdat het toch ingewikkeld is en eigenlijk niemand het precies kan vertellen, nog even de reconstructie. Eerst even de voorgeschiedenis. Eerst nog even de feiten op een rij. Maar waar ging het ook alweer over? Eerst even een terugblik. Mooi, hebben we dat weer op een rijtje. Art van der Steur was de afgelopen jaren zo vaak in opspraak dat zelfs het gebouw van de Tweede Kamer zoiets had van sorry, maar hier doe ik niet meer naar mee. Van der Steur, ziet u dit als de laatste kans? Als laatste kans? Ik zou graag heel graag nu aan het werk. Nog één keer de vraag, ziet u dit als laatste kans? Ik heb een aardig gedeelte, maar ik stel voor dat ik aan het werk. Maar nog even tot de vraag, ziet u dit als laatste kans? Nee, dat is niet aan mij, ik ga gewoon... Waarom blijft die gast die vraag steeds herhalen? Want denkt hij dat elke keer als die deur dicht gaat, het geheugen van Van der Steur wordt gewist? En het is ook zo jammer, hè? Want als je hem laat uitpraten, dan krijg je wel echt heel mooie antwoorden. Zo heeft Van der Steur een trucje bedacht, zodat hij binnen een zin nooit kan liegen. Even een voorbeeld. Ik heb aangegeven wat ik heb aangegeven. Ik heb aangegeven wat ik heb aangegeven. Dat is briljant. Daar is een woord voor en dat is voor het stijlfiguur een steurisme. Een steurisme is een zin volgens de wiskundige formule x is x. Dus een steurisme is een steurisme. Bam, steurisme! En de koning van het steurisme is de koning van het steurisme. Ik heb aangegeven wat ik heb aangegeven. Ik heb letterlijk gezegd wat ik erover gezegd heb. En als hij komt, dan komt hij er. Mijn rol als Kamerlid is geweest zoals hij is geweest. Op basis van de signalering wordt gedaan wat er gedaan moet worden. Er staat wat er staat. Maar of het kan, ja, dat kan. Ja, dat is het. Maar even terug naar de hoofdzaak. De grote vraag is natuurlijk, waarom is deze zaak juist nu ontploft? Zijn het de naderende verkiezingen, zoals iedereen zegt? Nee, ik denk het niet. Denk even met me mee. Van der Steur moet aftreden als minister van Justitie. Nou, wie schuif je dan door? Dat werd heel toevallig minister Blok. Oké. Maar die is al minister van Wonen. Gaat hij dat dan combineren? Nee, want dat kan niet. Dus dan moet er iemand anders minister van Wonen worden. Denk nog even terug aan wat ik in het begin zei. En was er iemand die deze week problemen had met de vergunning van zijn tuinhuisje? En wie kiezen ze 2 dagen later als minister van Wonen? Minister Plasterk neemt naast Binnenlandse Zaken nu ook Wonen erbij. Aha! Ik vind het een heel omslachtige manier om je vergunning te regelen, maar respect! Ik was er zo graag bij geweest toen Plasterk meteen op vrijdagmiddag terugging naar dat loket van de gemeente. Zo van, daar ben ik weer. Hallo. En toen was ik opeens minister van Wonen. Ja, mag u even een nummertje trekken? Trekken jullie maar een nummertje. Nog heel even over die uitbreiding van mijn tuinhuisje / dakkapel / carport / planetarium. Trouwens, ik krijg een beetje een droge bek. Hebben jullie een bubbeltje liggen? En dat fucking tuinhuisje, dat kost die arme Van der Steur dus nu gewoon zijn baan. Dus de grote politieke les van de affaire Van der Steur: niet fucken met het tuinhuisje van Plasterk. Vond je dit leuk? Kijk dan ook een andere video en vergeet je niet te abonneren. Meer zien? Ga naar npo3.nl / zondagmetlubach.